gebleven. Oh ja, Nouts. Dat was vorig jaar Nouts en Thomas erbij hadden. Toen gaf je als antwoord, toen zijn we op 19 geëindigd, inderdaad. Toch? Dat wou je zeggen? Ja, jij zoomt in op Nouts, dat hij niet scherp is, maar ik ga niet op individuele namen in, wat ik net ook al zei, omdat... Nee, maar dat bedoel ik... Hoe iemand functioneert heeft ook altijd te maken met het totale ploeg, hoe die speelt en waar ze staat. En als je spits bent, ja, dan ben je ook een beetje afhankelijk van anderen. Mm-hmm. Daarnaast heeft Arne inderdaad kansen gehad in wedstrijden die voorheen misschien wel binnenschiet en nu niet. Maar is het dan niet zo dat je misschien denkt van als spits zijnde, ja, vorig jaar een concurrent met Jordi Thomassen die af en toe wel goed is in zijn nek heide, af en toe speelde Jordi, af en toe speelde Nouts, af en toe speelden ze samen. Ja. Ze hielden elkaar wel constant scherp. Ja. En dat jaar daarvoor hadden we Jordi Thomassen een tijdje ten derde ging precies hetzelfde. Ze hielden elkaar constant scherp, af en toe speelden ze samen, af en toe de ene, af en toe de ander. Schoorden allebei, vorig seizoen ook, schoorden allebei ook gewoon. En je hebt nu met Arne eigenlijk, ja, je Muzaki dan op amateurbasis aangetrokken. Alleen, ja, blessure gevoelig, een jaar lang niet gespeeld. Mm-hmm. Kan het ook een kwestie zijn dat een jongen de scherpte ook een beetje ontbreekt door concurrentie? Ja, dat is ook een beetje gissen. Aan de kennende is het iemand die als heel stoïcijns is eigenlijk. Mm-hmm. Die altijd keihard voor zeker. De ploeg. Ja. Misschien soms wel te veel aan het rennen en vliegen is, waardoor hij misschien wat rustiger, als je wat minder doet voor de goal kan zijn, maar ja, ik heb ook wel veel spelers die voorop gaan in arbeid leveren, mm-hmm. en dat doet hij. Dus ja, het zou kunnen wat jij zegt, maar ja, als je er twee zou hebben en je staat vervolgens daar zoals vorig jaar, zou ik het ook weer andersom kunnen redeneren. Ja, dus zeggen van ja, nou gaat vorig jaar 19, Nouts speelt soms wel, soms niet, Thomas moet soms vanaf rechts spelen of soms Nouts. Het is maar hoe je hem vervolgens maakt. Kijk, het is duidelijk dat wij gewoon op die plek gewoon, iedereen bouwt ervan waar hij nu staat. Mm-hmm. En daar zijn wij heel veel gewoon teleurgesteld over en niet tevreden over. Het kunstglas, waar we in Helmond nu zesde jaar hebben of vijfde jaar, dat weet ik sowieso niet. Moet er volgens mij sowieso uit. Het moet of vervangen worden voor een nieuwe kunstglasveld. Ja. Is daar een mogelijkheid dat jullie gaan kijken van... ja, een Helmond wordt gewoon lekker normaal glas waar op zijn Helmond op gevoetbald kan worden. En, want het is ook, ja, het is altijd achteraf gelul. Want, ja, sinds de kunstglas erin ligt, hebben we echt, ik heb het Helmond Sport niet meer gezien waar ik gewend ben. Het is ook een beetje, ja, gezichtsverlies op een of andere manier. Ik herken het hele Helmond Sport niet meer terug. En dat bedoel ik op allerlei dingen, op de tribunes, in supporterscafé, echt overal is het onherkenbaar. En dan gaan mensen ook gewoon naar het kunstgrasveld wijzen. Maar ja, sinds die plastic mat erin ligt, voetbal ook niet meer op zijn helm en zijn de prestaties weg. Is dat ook een optie om daar naar te kijken? Zeker. Kijk, kunstgrasveld ligt er nu voor het zesde jaar in. Mm-hmm. Dus je moet vervolgens gaan kijken wat hoe je daarna. Ja. Je hebt ook te maken met straks in 2003 weer een nieuw stadion. Mm-hmm. Dus je hebt een paar jaar te overbruggen. Je hebt ook te maken met. Hoe Helmond Sport ook het veld wat er nu ligt, gebruik van laat maken door andere partijen. Ja. De jeugdopleiding die weer in opbouw is. Om ons heen is ook ontwikkeling op welke velden dat je wel of niet kunt mm-hmm. spelen. Achter ons bij ons ligt dan nog wel een veldje, maar daar achter is omgeploegd. Dus iedereen wil heel graag op gras spelen, denk ik. In Nederland. En in Nederland heb je ook het alternatief van kunstgrasveld. Wij moeten ook op basis van kosttechnisch, dat speelt ook mee, kijken wat kan, dat wat onhistorisch kan. Maar waarom kon dat toen wel? Vijf jaar geleden. En daar was ik er niet bij, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dan kan toch iemand die vijf jaar geleden bij de club zat, daar wel antwoord op geven bij jou? Ja, maar dan moet je hem bellen. Ja, nee, maar misschien kan jij daar een balletje op gooien. Nee, maar kijk. Waarom het toen wel kwam, want toen kon er gewoon getraind worden bij Mulo en Almondia. Ja. Dat trainen ze dan altijd. En af en toe op dat stukje veld dat langs stadion ligt. Ja. Nee, maar kijk, dat soort dingen moet je met elkaar afwegen. Ja. In die fase zitten we nu. Om uiteindelijk keuze te maken voor het nieuwe seizoen. Dus ook daarin worden al die dingen afgewogen. Mm-hmm. Rondom kunstgrasveld, vervanging, hoe. Gewoon gras, vraagteken.
daar is niet zomaar een beslissing die op basis van dat je liefst op gras speelt, zomaar even kunt nemen. Om er meerdere dingen bij kijken. En... Ja, nogal, ja. Ja. Maar het is wel een optie om te gaan bekijken van, kan er vanaf volgend seizoen wellicht weer op een normaal veld gevoetbald worden? Dat er in ieder geval naar gekeken wordt. 100%, dat wordt natuurlijk meegenomen, omdat ik denk heel Nederland, als je gewoon vraagt, wil je op gras spelen, dat dat zo is. Maar die optie moet allemaal worden afgewogen. Manier. Je kunt alles vragen. Gooi maar in. Je contract is verlengd. Op basis waarvan is hij verlengd? Ja, niet op basis van de ranglijst. Nee. Ik denk toen we begonnen, toen ik naar Sport mij vroeg, heb ik toen gezegd van, ik zeg dat er twee dingen. Eén is, hoe kan het nou zijn in 2003, 2013 dat daar heel goed gepresteerd is, de laatste 5 jaar structureel minder. Mm-hmm. Hoe kan dat nou? Hoe kan er nou dat er veel minder mensen in het stadion zitten, structureel? Die is interessant en dan moet je heel goed naar kijken, zeker als structuur heeft. En tegelijkertijd, over 5 jaar een heel mooi toekomstperspectief als BVO in relatie met heel veel partners. Met onderwijs en zorg en sport en topsport die erbij komen. Ja, die vind ik echt heel erg gaaf. En daar hebben we een bepaald idee met elkaar voor ontwikkeld. De laatste maanden met heel veel mensen, zoals we hier ook bij het spelers zitten, dat vervolgens gedeeld. Ja, daar is heel veel beweging. Ja, en blijkbaar, enerzijds vonden heel veel mensen en zeker het bestuur, dat het hele traject naar 2023, dat ik daar een rol in kan spelen. Mm-hmm. En dat is één. En twee, het contract is verlengd omdat ik er ook ja tegen heb gezegd. Dat is ook heel veel. Ja, tuurlijk. Ik had ook nee kunnen zeggen. Ja. Omdat Helmersport is gewoon een hele gave volksclub. Die absoluut beter kan presteren dan nu doet al een aantal jaar. Mm-hmm. Ja, daar wil ik gewoon alles aan doen om dat te verbeteren. En ik geloof dat de formule van in 2023 van dat multifunctioneel stadion in zijn sport- en beleefcampus, datgene wat daar een BVO dan moet leveren, op sportief vlak is één, zakelijk, ook cultureel zoals we hier zitten, en maatschappelijk, daarin is voor Helmersport heel veel te winnen, wat ook direct zijn weerslag zal hebben op budgetverhoging bijvoorbeeld van spelersgroep. Als je meer betekent voor je omgeving, niet alleen maar op sportief, dat het wel leidend is, ja, dan gaat Helmersport een hele mooie toekomst tegemoet. Maar dat is wel een weg die moet worden bewandeld. En die kan soms snel gaan. Mm-hmm. Zoals het voelt, ook in elkaar. Als je met Twente wint en je wint daar nog een keer, zit in één keer up in de flow en dan ben je vertrokken. Daar ben ik toch nog mee. En dan had je misschien 10 punten meer gehad, of 6 of 7, en iets hoger staan. Ja. Maar ook niet veel meer hoger, gezien de competitie die er momenteel heel vreemd is. Maar ik geloof wel dat daar de echte sleutel ligt van Helmersport weer terugbrengen waar het hoort. Is je contract verlengd? Omdat jij, en daar ben ik het ook mee eens, daar geloof ik ook echt in, dat jij de ideale man bent om Helmersport te leiden dadelijk naar een nieuwe stadion toe. Met al die plannen daaromheen, want je zit vol met plannen en ideeën, dat weet ik ook allemaal. En daar ben je ook heel druk mee bezig en daar geloof ik ook in dat. Maar wat ik nu weer proef, en dat proefde ik eigenlijk de afgelopen seizoenen ook alweer, is dat de focus te veel weer op een nieuwe stadion komt me bijna de keel uit. Nee, maar de focus is niet op een nieuw stadion. Dus maar wel op in ieder geval wel veel. Nee, natuurlijk ligt er ook nadruk op, omdat dat straks komt. Wij moeten straks een sterke partner daarin zijn. Uh-huh. En die sterke partner, die heb ik gemerkt, door met heel veel mensen helemaal te praten. Nee, maar dat zo zien ze helemaal sport nog niet. Nee, dus we moeten daar aan werken om goede relaties te bouwen. Nee, dat snap ik ook. En dan vind ik jou echt de ideale man. Hoor. Maar, wat je misschien wel terecht zegt, en zo heb ik dat volgens mij vorige keer ook best wel gevisualiseerd, dat stadion 2023, daar moeten we dan niet beginnen. Mm-hmm. Maar dat concept wat daar staat, om met heel veel andere partijen iets heel gaafs te doen, waar een BVO, helemaal sport een hele belangrijke rol zijn, dat moeten we naar vandaag trekken. Mm-hmm. Dus we zijn er gewoon bezig om aan vandaag ervoor te zorgen beter presteren. Mm-hmm. En niet alleen op het veld, maar ook rondom staf. En ook rondom een aantal andere voorwaarden die in de club zitten, om dat die beter te kunnen doen. Dus als je het hebt over een organisatie ontwikkelen, vooruitgaan, dingen continu willen verbeteren en vernieuwen,
ja, dan mag iedereen daar in de spiegel kijken om ervoor te zorgen dat dat uiteindelijk op het veld beter gaat. Mm-hmm. Nou, is het dan ook niet een idee, misschien heel dom, misschien, maar dat jij gewoon de ideale man bent voor het nieuwe stadion en al die partijen daaromheen en, enzovoort. En dat er ook een technische man wordt aangetrokken die zich op nu gaat richten, gewoon op de selectie van nu, op volgend seizoen al. Want dan moet je er ook nog bij doen. Ja, maar daardoor is het ook zo dat de reden is dat je, ik geloof sowieso als je met een paar mensen bij elkaar gaat zitten, mm-hmm. dat je dan tot betere ideeën komt. Mm-hmm. Dat is ook de reden dat we daarom met Robbie, Erik en met Louis en ikzelf, ze vieren daarin, in overleg zijn rondom het elftal. Omdat ik gewoon niet, ja, niet overal elke dag bij kan zijn. Ja. Heel veel dingen gewoon bij een directeur van een betaalvoetbalorganisatie. Maar dat kun je op verschillende manieren inrichten. En in de situatie van Helmond is het gewoon goed om met die vier mensen daarover te praten. Daar hoef je niet een technische verantwoordelijke neer te zetten met de know-how die wij in de club hebben. Oké, want waar zie jij Helmond Sport of binnen nu en pak een beetje 5-6 jaar? Nou ja, wij moeten gewoon weer terug naar die club die we 2013 waren. Mm-hmm. Dus dat je gewoon gemiddeld zesde geloof ik was toen de mm-hmm. positie. Maar dat is niet meer. Dat is nu structureel 5 jaar niet zo. Nou, dan is het niet zo'n toverstaf die zegt van nu zijn we in 1 keer weer zesde. Dus dan moet je stap voor stap aan bouwen. Om daar weer terug te keren waar je destijds stond. En dat kan, want als Almere dat kan, dan kunnen wij dat ook. Al heeft Almere wel beduidend grotere spelersbeheer dan wij hebben, denk ik. Hoe komt dat wel, in 1 keer? Dat weet ik niet. Ik weet wel eens daar ook iemand hebben zitten, een directeur, die een heel duidelijk idee heeft. Eigen identiteit neerzet van wie die club daar is, wat hun onderscheidend maakt eigenlijk in hun regio. Maar wij moeten daar op onze eigen manier zeg maar aan werken. Rob Alphen, is dat ooit een onderwerp geweest in de laatste weken van staat die der discussie? Ja, altijd als je daar iets over vertelt als directeur. Ik ben er niet van in, want ik denk dat Robbie nog altijd de juiste man op de juiste plek is. Nee, maar wat ik wil zeggen is, altijd als je daar iets over zegt op zo'n vraag, als directeur zijnde, dan gaan mensen daar vervolgens weer iets toch interpreteren. Want als je ja zegt, dan dit. Wij hebben Robbie gewoon met een heel duidelijk idee, zijn we gaan samenwerken. En ik zat van de week nog naar de ranglijst te kijken. Toen we bij Roda speelden. En als je dan zo beredeneert, heeft te maken met verwachtingspatronen. Hè, waar mensen verwachten dat je uiteindelijk moet staan. Mm. En op die plek waar wij staan, willen we niet staan. Mm. En moet beter. Maar dan waren er heel snel geteld. Ik geloof de helft van de clubs die stonden op een plek waar je denkt van ja. Daarin vindt men iets van dat het niet is waar we moeten staan. Mm. Of dat Roda is of Cambuur of. NEC of de onderste die er staan, 6. En dan zou je dus bij al die 10 clubs zou je dus een vraag kunnen stellen van staat die trainer niet in discussie? Dat vind ik echt heel slap. Het is niet zo dat, natuurlijk is een trainer heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij als club moeten er ook voor zorgen op allerlei facetten dat hij daarin ook gewoon nog beter wordt geholpen als wat hij vandaag heeft. Ik vind dat veel te snel een trainer daarin een schuld toebedeeld krijgt in het betaald voetbal. Terwijl gewoon denk ik de hele club heel goed moet kijken naar waar komen we vandaan, wat zijn we aan het doen. En heel kritisch zijn naar dit gaat goed en dit gaat niet goed. Daarin moeten wij met elkaar gewoon heel veel stappen maken. Over een beetje alles heb. Ja, ik ga je in ieder geval bedanken dat je tijd hebt vrijgemaakt om met mij te gaan zitten. Kijk, ik ben ook gewoon een doorgevluik van supporters.
Hè? En andersom weer terug. En ik denk dat niemand blij is over de stand van zaken, hoe het nu op sportief gebied gaat. Ja. Maar ik zie in ieder geval wel, want ook ik loop rond bij ons voor, dan is ook wel dat er achter de schermen veel ontwikkelingen bezig zijn, maar dat die niet 1, 2, 3 de afgelopen jaren in één keer weggepoetst kunnen worden. Dus hopelijk, wat we aan het saaien zijn, dat het uit gaat bloeien tot iets moois. Ja, ik vind zelf mooi wat op televisie mooi spotje is van de ING. Die zijn sponsor van het Nederlands Elftal. Mm-hmm. Dat deden ze in goede en slechte tijden. Ja, klopt. En waarvan ze nieuw naar buiten brengen van crisis, maar we laten soms de dingen ons aanpraten. En waarvan ze zeggen van hup en naar de buiten. Lekker voetballen en volhouden. Ja. En dat is wel iets wat mij raakt. En hun deden dat voor het Nederlands Elftal. Ik weet niet hoeveel jaren al, maar toen het volgens mij en goed ging. En ook toen iedereen elkaar in de put zat te praten. Ja. En naar het verleden zat te wijzen. En wij moeten niet naar het verleden wijzen. Wij moeten vooruit. En onze energie daar volop richten. En volhouden. Inderdaad. Leon, dankjewel. Jij ook.